dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik iets ontzettend leuks voor jullie. Namelijk Child versus Team. En dat betekent dus dat ik een soort sketchvideo ga maken met dingen die je bij paarden deed toen je klein was. En dingen die je nu misschien iets meer doet. Dus ben je nou benieuwd wat voor dingen dat zijn? Blijf dan zeker kijken. Buiten zal staan, net zoals altijd. Ah, daar verderop staat hij al. Maar het heeft de laatste paar dagen zo hard geregend dat ik nu helemaal door die blubber heen moet om mijn gieter te halen. Ik vind het wel een beetje jammer dat ik niet op
Tinkerbell mag. Want Tinkerbell, die had al toch al een uurtje gelopen. Dus ik kon niet meer op Tinkerbell. Dat vind ik wel echt heel jammer. Maar nu mag ik op Mojito. En Mojito is wel lief. Alleen hij is zo groot. En ze zeggen dat hij echt niks doet. Dus ik ga het gewoon proberen. En hij is heel vies, dus ik moet hem eventjes poetsen. Dus we gaan Mojito nu poetsen. Oké. Nou, ik heb mooie nieuwe borstels van Sinterklaas gekregen. Paarse. En dit mooie roze halsje had ik ook al voor Sinterklaas gekregen. En hij staat echt super mooi bij Mojito. We krijgen mooie staartjes. We moeten natuurlijk wel een beetje knap zijn, hè? Ik ga van jou een unicorn maken. Ja. Zo. Een beetje een knotje. Een paars. Want paars is een mooie kleur. Dus dan gaan we zo en dan doen we. We gaan eerst nog hier een staartje. Hallo pony. En dan doen we op de andere kant nog een staartje hier. En die gaan we dan zo meteen aan elkaar vastbinden. Ja. Dat is een blauwe, die hebben we nu niet gebruikt. En dan wil ik eigenlijk ook nog wel eentje in het voorkleurtje hebben. Kijk, mooi hè? Kom maar hier. Ja, goed zo. Oh, dat is zo schattig. En ik heb ook nog een hartje voor in jouw staart. En die zou ik de hele middag alles erin doen. Maar ik moet zo meteen ook rijden. Maar je ziet er heel mooi uit, de pony. Nou, ik zou van jou vandaag even kunsten. Voordat we gaan rijden. Je bent lekker in de taak, hè? Want je bent helemaal mooi foto's van je maken voor mijn mama, zodat ze kan zien dat ik op zo'n super grote pony gereden heb. Lachen paardje. Ah, oh, je bent zo mooi. Nog even iets van je staartje van je mama, ja? En nog alleen het paard.
maken en daarna nog eentje voor op Snapchat, oké? Dus dan moet je wel eventjes lief kijken. Oké, dan nu nog eentje voor Snapchat. Ik ben ook wel een brave pony, hier dat je zo zit. Ah, die is echt super leuk geworden. Die ga ik naar alle Snapchat vrienden doorsturen. Ja, Destiny, nu mag jij een rondje draven. Maar doet hij dan echt helemaal niks? Nee, draaf maar aan. Rechtop zitten, Destiny. Moet ik nog een stukje? Ja, nog een klein stukje. Moet ik mijn handen nog aan doen? Nee, draf. Goed zo, Destiny. Situaties. Als dat zo is, laat het dan even hieronder in de reacties weten, want daar ben ik heel erg benieuwd naar. En vond je deze video nou leuk of grappig of iets? Doe even een duimpje omhoog en laten we dit keer proberen om 500 duimpjes omhoog te halen. Ik ben heel erg benieuwd of dat gaat lukken, dus doe allemaal heel goed je duimpjes omhoog. En wil jij nou de video's zien bij dingen die je niet tegen een ruiter moet zeggen? Check dan even deze video. Of wil je nou nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!